Nou ja, mensen, dat is dus dat ik dus nu lekker mijn voorsprong kan uitbouwen, kappa. Want Dylan die is blijkbaar moet toch echt even naar de bel. Ja, vervelend voor hem, maar goed, ik kan ook niet zoveel aan doen natuurlijk. Yo kijkers van Duffy Games en Gas Games en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Pixelmon The Battle. We gaan vandaag lekker verder, Dylan, succes. Ja, jij ook. Danken. Ja, ik zie hier een unknown. Een unknown, welk letter? Ik denk dat dit de B moet zijn, I guess. Er zijn twee rondjes boven elkaar, dus ik denk inderdaad de B, maar I'm not sure. Ja, want cijfers zijn er niet, toch? Nee, ABC tot en met Z en dan heb je een uitroepteken en je hebt nog... Vraagteken. Vraagteken. Die heb ik wel eens gevonden, vraagteken. Nog nooit. Die lijkt me best logiek. Nee. Wow. Die lijkt me juist vet, maar die kom ik never nooit tegen, joh. Ja. Nee, dat maakt niet. Ik vind trouwens dat ze gewoon, weet je, ze hebben toen die update gedaan dat je... nu ziet ze of je een Pokémon al hebt en zo'n Pokéball is hij erbij. Mm-hmm. Zullen wij de unknown maken, dat je staat welke letter het is? Ja, eigenlijk wel. Ik vind dat wel... Want je hebt er niks aan of je dat weet, maar vanaf daar al wat ook. Ja, je weet alleen of je hem dan nog moet vangen of niet. Natuurlijk, je kan het gewoon op Google opzoeken, maar what the fuck. Dan zou je die gewoon erbij zetten. Ja, eigenlijk wel, hè. Ja, toch? Hebben we eigenlijk de Mob Tower wel eens gebruikt in deze aflevering ondertussen? Maar we mogen geen redstone... tiks maken, dus wat dat betreft, nee, eigenlijk bijna haast niet. Nee, ik heb niet één boss gekild. Ja, alleen maar van die Venusaur bosses en dat soort dingen, maar... Nee, klopt. Nou, nee, verder... maar het is ook niet zo boeiend om boss te houden, wat dat betreft. Nee, ja. Als je geen redstone tiks hebt, als je geen redstone tiks hebt, nee, dan duurt het veel te lang. Maar... Ja, toch. Daar train je veel te hard voor. Dat is wel waar. Ik bedoel, we hebben er allebei wel één of twee wat dan ook. Alleen dat is gewoon een kwestie van wie het hardst spamt en wie de beste bossen krijgt op het heen. Wie de beste Pokémon heeft om ze te killen, die heeft gewoon geluk en die is gewoon de sterkste. Ja, daar zit wel wat in inderdaad. Gaat mijn game nou crashen of wat? Oh nee. Ik dacht even dat die er weer uitvloog zoals... Die even lekker vast. Ja, precies. Hoeveel Pokémon moet jij nou nog vangen dan? Ja, nog steeds twee. Jij? Eén nog steeds? Ja. Ja, ik weet het niet wat ik moet vangen. Ik ben eigenlijk aan het wachten tot een keer iets spant, maar... Ja, wat hè? Ik wil ook nog niet zeggen wat. Want daar heb ik hem niet. Zeker waar. Oh, ik heb natuurlijk keurig genoeg koffie, dat kan weer niet meer. Maar Magnemite kan het weer wel, dus ja. Ja! En allebei vliegen ze. Ja, of ze zweven. Ja, zweven. Moet ik zelfs ook eens een keer gaan doen, alweer een keer zoals een koffing. En zeker ook die Eve's allemaal een keertje gaan reworken, man. Ze zijn even vierkante blokken, man. Ja, en ze gaan wel models die al mooi zijn gemaakt, gaan ze wel weer een update geven. Sommige. Ja, waarschijnlijk omdat dat makkelijker is dan denk ik, I guess. Ja, nee, maar ja, elke Pokémon is toch hetzelfde bestandje, alleen dan een andere Pokémon. Of, ja, nou ja. Ik bedoel van, als zeg maar diegenen die al zeg maar gereworked zijn, zeg maar... Het is denk ik makkelijker om nog wat mooier te maken, omdat ze al die hoekige vorm eruit hebben gehaald. Ja, dat is veel minder tijd kost. Laat ze dat potverdikkie nou eens ook eens bij de Evolutions doen en zo. Ligt hier een masterball op de grond, zo'n masterball loot. Oh. Dat kan altijd wel wat leuks in zitten. Beter komt er even iets goeds uit, een orpje of zo. Okay. Wat heb je gekregen? Een move. Ja, de Dragon Claw. Oh, nou ja. Niet slecht, maar ik had toch liever een orp gehad. Op zich wel een decent move. Jawel, wil je die hebben? Nee. Ik dacht, aangezien jij allemaal een Dragon hebt. Nou, ik heb er nog steeds maar twee. Meer als mij? Ja. Daar rennen niet als dood. En ik heb een rip. All around me are familiar faces. Heel leuk vind ik nog een Ditto zou tegenkomen. Een Ditto? 100% dat ik die zou vangen. Really? Natuurlijk! En dan gewoon heel hoog trainen en transformen. Natuurlijk! Ik zie het ook echt doen daar trouwens. Ja, dat is ook echt. Als ik er een tegenkom, doe ik zou ik dat ook doen. Waarom niet? Ja, waarom niet inderdaad? Ik bedoel... elke Pokémon zijn die je wil. Daarom. Je gewoon Flygon tegen Flygon heb je dan in één keer.
Ja! Ja, alleen dan vraag ik me toch af, welke Flygon is dan sterker? Ik weet niet, als je dit op bent, heb je dan sowieso een achterstand of iets? Lijkt me wel. Ja, ik denk niet dat je even sterk kan zijn als de Pokémon zelf. Ja, maar, nee, maar als ik dan hoger level ben. Zijn types ook niet mee. Volgens mij wordt hij alleen visueel en met aanvallen wordt hij de Pokémon. Maar volgens mij blijft hij nog wel normal type. Dus zou het sowieso zijn dat de aanvallen minder damage doen. Maar dat weet ik dus niet zeker. Nee, dat weet ik ook niet. Hmm. Allee, nee, ja, nee. Ja, maar toch ook nee. Ja, toch? Ja, maar toch ook nee. Meneer de dominee. Oh. Jeetje. Ik ben ondertussen maar gewoon even aan het trainen, want ik weet niet wat ik wil vangen op het moment. Nou, ja. Ik vlieg hier gewoon een beetje rond. Ja. En ik weet ook niet wat ik wil hebben op dit moment. Ik weet het ook niet, ik zou ook op zich nog wel een move relearnetje willen tegenkomen op zich. Ja toch? Move relearnetjes zijn altijd mooi meegenomen, zeg maar. Oh, nee, daarom. Maar ik ben toch even aan het kijken wanneer bepaalde Pokémon spannen die ik eventueel nog wil hebben. Mm-hmm. En welk tijdstip die spannen, want ja, dat moet je natuurlijk wel weten. Zeker waar, ja, het kan nog eens inderdaad gewoon spannen. Trio. Nou, dat kan ik ook niet vangen. Hmm. Ja, jeetje. 0,5% kans over bij dat. Het is bij een legendary spawn. Man. Wat wil je hebben dan? Een Pokémon. Meen je? Eigenlijk wel. Oké. Okay. Oh, probeer ik weer eens iets op een move tutor te gooien. Ik ben bezig. Dat gebeurt nou zo vaak. Dit denk maar één ding. Ik zie een Bobbeke, dat is XP. Ja, precies. Oh nee, helaas is het natuurlijk altijd weer de trainer. Een Legiton. Legiton? Ja, zijn vangen. Move relearnen. Wat? Nee. Geen Lickitung vangen. Nee. Jammer. En daar ging de bel. Dat is heel awkward. Maar ik ga niet open doen, want er is vandaag al meerdere keer aangebeld dat er gewoon mensen aanbellen en wegrennen. Oh, dat is wel naar. Ja, en ik snap het probleem niet helemaal, maar ja. Ze haten je, denk ik. Dat zal het zijn. Als ze nu nog een keer aangebeld wordt, moet ik wel gaan. Wat dan? Heb je iets besteld of zo dan? Nee, ja, niet dat ik weet. Maar er wordt wel nog een keer gebeld. Hé, verdorie, wacht even. Nou ja, mensen, dat is dus dat ik dus nu lekker mijn voorsprong kan uitbouwen, kappa. Want Dylan die is blijkbaar, moet toch echt even naar de bel. Ja, helend voor hem. Maar goed, ik kan er niet zoveel aan doen natuurlijk. Dus kan ik mooi ondertussen doorgaan. En daarom ben ik lekker bezig, move relearner. Lekker wat aanvallen aan het veranderen, want ja, die heb ik gewoon nodig. Soms heb ik gewoon even aanvallen nodig. En ik denk trouwens dat ik het nu wel goed heb voor wat ik wou, dus I'm Gucci, I'm Gucci. Voor de rest, we zien nog wel een Pokémon die we gewoon even lekker gaan aanvallen. En dan denk ik zo meteen, wil je mij nu horen? Ik weet ja, niet. Ik hoor je nu weer. Ja, dan ga ik niet zeggen waar ik zo meteen... Pardon? Hoezo niet? Zou jij mij wel van Pokémon jij zoekt en veel wil vangen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Hoe was het bij de deur? Ja, dit keer was er wel echt iemand bij de deur. Oh. Het is mijn zusje, die staat hier nu heel dom naast mij te wachten. Ja. Er is vandaag meerdere keren aangebeld, wat ik al zei dus. En dat er dan opeens niemand voor de deur staat. Ja. Dus ja, vandaar. Ja, dat is zo leuk, Not. Ja, nee, ja. Belletje lellen. 2K17. Ja, maar aan de andere kant, ze spelen nog buitenin. Ja, oké, okay, dat kan misschien dan nog wel weer een pluspunt. Ze spelen nog buiten. Buiten spelen zie je niet vaak meer. Ik bedoel, mijn zusje bijvoorbeeld, die zit 24/7 achter de computer. Moet ik zeggen dat ik best wel veel snaps van kijkers krijg, waarmee ze Minecraft spelen met jouw zusje erbij. Ja, dat klopt. Die zit de hele tijd op Teamspeak een beetje rond te durpen en dan een beetje
ja, Skywars en dat soort dingen te doen. Nee, ze kan het niet. Oh. En het leuke is, ik heb gezegd dat ze niks mocht zeggen omdat ik in opname zit. Dus ja, ze zit nu achter mij en ik zeg al die dingen. En ja, dus ze moet nog steeds de mond houden. Nee, dat zo dacht ik al wel. Ik dacht van, jij kan deze dingen nog maar zeggen inderdaad. En dan krijg je helemaal niks. Ja, en ze probeert nu toch zachtjes iets te brabbelen. Stil, hè? Niks zeggen, hè? Leuk hoor, mijn zusje treiten. Maar gaat het goed met jouw team? Ja, ik ben inmiddels klaar. Je bent klaar. Je hebt 6 Pokémon. Ja, ik heb nu net mijn 6 Pokémon gevangen. Ik heb er nog steeds maar 4. Ja, ik had zoiets van, weet je, ik bedoel, het was niet de Pokémon die ik wou die ik nu heb. Maar ik kwam hem in één keer tegen en dacht van, dat is helemaal geen enkel probleem die te vangen. Ja, dan zou ik het ook gewoon hebben gedaan. Ja, ik ga niet al te moeilijk daar nog meer over doen. Alleen nu ben ik heel erg bang dit dus, ja. Hier was ik dus bang voor als ik mijn laatste Pokémon vang dat dit zou gaan gebeuren. Ik zie hem niet bij mij vliegen, dus... Nee, dat zal. Ja, daar kijk ik niet. Zal ik eens kijken of ik hem hier ergens bij mij zie dan? Je hebt hem gekald. Maar wat? Even kijken hoor, wat was het? Een ocean? Ja. Dat is een vliegend. En die vliegt, ja. Ik kan ook nog heel even boven de zee gaan vliegen. Kijken of die toevallig toch bij mij is gespannen. Nee, jij kan vliegen, ik niet. Ja, wat? Heb je helemaal geen Pokémon die kan vliegen? Nee, anders zei ik wel dat ik kon vliegen. Ik zie hem hier niet, de Legendary. Ja. Denk... En ik ben hier heel bang voor. Ik hoop het niet voor je. Ik ben hier heel bang voor. Ja, ik denk toch wel dat hij bij jou zit, ja. Ja, weet je wat het probleem is? Ik zie hem hier ook gelukkig nog niet, om zo maar te zeggen. Maar ik denk inderdaad wel dat hij ook bij mij moet zijn. Maar dit is echt een fucking grote oceaan hier. Maar goed, wat ik ook gisteren zagen met die andere Legendary, die zat ook in één keer gewoon midden in de desert, bewijzen van. Ja. Dus waar die inmiddels al zit, ik heb werkelijk waar geen idee. Ik dacht dat ik hem zag vliegen, maar dat was een Stravia of Stravia. Ja, dat had ik dus net ook. Ik dacht van, nee, toch niet. Ik heb ondertussen wel een 5e Pokémon vervangen, maar ja. Maar je bent er niet tevreden mee of zo? Nou, tevreden zeker wel, maar het is meer, ik moet nu maar 1 Pokémon. In ieder geval loot op het eilandje, die pak ik maar eventjes. Hey. Dragon Gem. Ja. Nou, ik geef het op voor die Legendary ook überhaupt om hem maar te zoeken, zo maar te zeggen. Maar de kans is inderdaad erg groot geweest dat hij daar bij mij was gespand. Ja, nee, dat is te begrijpen. Want ik was letterlijk naast een oceaan, dus ja. Ja, ik was ook naast een oceaan, maar ik zag hem niet. Ja, nee, ik heb hem ook niet gezien. Ik ga niet verder zoeken, want ja, ik heb er sowieso niks aan. En het doet alleen pijn natuurlijk als ik achter hem bij mij was, maar ja. Ja, ik denk dat ik deze week gewoon maar met 5 Pokémon ga doen. Ja? Ja. Ja, dat kan. Tenzij ik dat de ene Pokémon nog tegenkom, maar... De kans is nihil, zoals ze dan zeggen. Pak nou gewoon een Weedle of zo erbij. Een Weedle, Dan ga ik jouw bee drillen. Of je vangt een ktepé. Een wat? Ktepé. Een wat? Ktepé. Oh, ktepé. Nee. Ktepé. Een wurmpel. Een wurmpel. Ja, een wurmpel ga ik doen. En dan ga ik hem naar een Dustox maken. Ja, dat kan wel nog, ja. Ja. Oh, slugma. Ik hoor alleen maar... Slow. Moet je niet zo dicht bij het water in de buurt zijn, joh. En dan zit hier een oud kaal mannetje die ik nodig heb. Oh, een move relearner. Ja. Wat heb je die nodig, hè? Nou ja, nodig. Maar ik moet nog een hoop gaan trainen nu. Tenminste. Dat geloof ik graag. Ik moet ook nog flink wel even trainen, hoor. Ik denk dat ik... de laatste Pokémon in het zicht heb. Ja? Gaan we het doen of gaan we het niet doen? Doet hij het of doet hij het niet? Niet. Oké, Ultra Ball. Hij doet het wel, mensen. Hij doet het weer, mensen! Nee, hij is eruit. Jij eikel. Je hebt toch wel meer Pokéballen, toch? Jawel. Of wou je het niet nog een keer proberen? Ik heb er nog maar een paar.
Nog een keer proberen? Als ik hem... Ik heb hierna nog één keer. Nog één Pokéball hierna? Ja. En anders moet ik weer bij gaan maken. Maar dat is wel vandaar ook deze zei, anders ga ik wel met 5. Nou, en ik moet bij gaan maken, dus ik denk dat ik het gewoon bij 5 hou. Ik heb deze aflevering, of deze week al genoeg in principe aan Pokéballen gemaakt. En ik denk dat ik met 5 Pokémon ook wel moet redden. Oh. Zo verzeker ik het. Ik wist gewoon dat je het ging zeggen. Is toch zo? Even kijken. Zo. Wat is je gemiddelde nu nog steeds rond de 55, 60, 70, 80, 100? Ik heb een iets lagere Pokémon erbij gevangen, dus die haalt het gemiddelde wel iets naar beneden. Maar ja, ik denk ongeveer rond de 55 nog steeds. Oké. En die van jou? Ja, die van mij is ook niet hoger zijn geworden dan 45. Ik heb ook niet een hele hoge erbij gevangen, dus... Maar jouw Tyranitar was toch al in de 50? En wat is de rest van je team dan? Nou, niet hoog. Maar als één Pokémon hoog is dat, en de rest is laag... By the way, mijn battle is vastgelopen, dus ik doe even slash end battle bij mezelf. Hey Dylan, als je even slash end battle bij jezelf, dan stop zeg maar je battle, omdat je battle waarschijnlijk is vastgelopen. Ja. Ja, heel goed geraaid. Maar ik heb... wil je mijn levels weten of? We kunnen ze wel ruilen. Oh ja, nou ja, dat moet jij helemaal weten. Ik bedoel, je wil gewoon een level zeggen, hoor. Je wil me vragen, dan wil ik het beschrijven. Nou, wat is je hoogste? 71. 71? Ja. En jij zegt dat een gemiddelde van 45 hebt? Ja, denk het wel, ja. Ik zeg, ik wil best mijn levels gaan opnoemen, weet je. Maar, heb je er dan eentje juist heel hard getraind of zo? Nou, nee, niet extreem hard. Wat je zegt, Tyranitar was, die was level 67 of iets. Nee, wat was het? Die was in de 60, sorry, 63 of wat dan ook. Die is wat omhoog gegaan. Oh. En de rest zit dan allemaal een beetje rond de... Even in battle. Ik heb eentje van 55, 58, 53, 46, 34... Dus daarom zeg ik... Zit het dan niet rond de 45, man? Pannenkoek. Tuurlijk wel. Nee, jongen, die 36 haalt niet je gemiddelde zo hard naar beneden... Dat jongen, 46, man. Die is net 46, man. Jezus. Nee, van 53, man. Dan zit je gemiddelde echt rond de 50. Oké, dan zit je vanaf nu rond de 50. Is goed. Ja. Liegenaar. Liegenaar nog wel. Ja, kan toch niet. Dat je in de maling neemt. Wil je mijn levels nu ook weten, zeker? En dat, ja, dat zou wel makkelijk zijn. Oké, nou, 59, 50, 56, 61, 43. En dan zeg jij dat jouw gemiddelde 55 is? Ja. Ga het maar uitrekenen. Pak een rekenmachine erbij. Nee, ik moet trainen. Ja. Kom je wel ongeveer op dat nummertje uit, ja? Ik moet gewoon trainen. Ja, dat zou ik ook doen. Word er stil van. Ja, ik heb even iets uitgezet bij een Pokémon. Oh, XP uitgezet bij een Pokémon. Nee? Waarom zou ik XP gaan uitzetten bij een Pokémon? Nou ja, wat zou je anders uit moeten zetten bij een Pokémon? Had jij helemaal niks aan. Wat? Wacht even. Ja? Ik heb hier een trainer met een shiny Magnemite. Wacht. Je bent in battle met een shiny Magnemite? Ja, van een trainer. No. Ja, echt? Wat? Je mag voor mij hierheen tp'en om het te bekijken. Ik zie alleen zelf de Magnemite niet, maar... Ik wil zo meteen best even kijken. Wacht, ik moet heel veel wachten. Ik ben heel veel in battle. What the fuck? Ik zie opeens zo'n sterretje bij die Magnemite staan. Ik denk, hè? Kan dat dan weer? Maar... Kijk hoor, tp Ghast. TP. Gas creeper, there we go. Oh nee, laat me met rust, Diglett. Zie je hem? Want ik zie hem zelf namelijk niet. Nee, maar... ik zie alleen die trainer hier. En ik duw hem aan de kant, maar ik zie ook niks. Kijk, want als ik even een screentje maak. Ik geloof het, maar. Hier kun je me. Hier, kijk. Oh, wat? Je kan nog wel niet in de chat gooien.
Heb ik hem gedaan? Nee, ja, ik... Oh. Oh ja, what the fuck? Is gewoon een shiny fucking Magnemite. Nou, hij is nu dood. Kan dat, joh? Nee, ik weet het ook niet. Maar als ik dan zo meteen met die trainer ga vechten, dan blijft hij nog een keer staan of niet? Nee, de trainer disappeert. Wacht. Wacht, kill him is? Ik heb de battle gestopt. Oké, okay, dan ga ik nu met hem weer vechten. Oké, hij heeft een klink. Ja, dat klopt. Oké, okay, en dan nu heeft hij een Magnemite. Dat is een gewone. Is nou een gewone? Ja. Yep. Wacht, kill die is? Ja, wacht, ik ga hem nu killen. Wacht, die is nu... Oh, tering. Zo, tering. Tering. Hey joh. Tering, ja. Magnemite. Hey joh. Okay, hij is dood. En nu komt er gewoon een scissor. Wat? Oh. Ja, je hebt het gezien. Bij mij was hij shiny op een of andere manier. Ja. Ja, heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, ja, leuk. Ja. Dat is wel lachen. Eens moet de eerste keer zijn natuurlijk. Ik heb wel een keer bij een Mob Tower meegemaakt dat ik een shiny Sableye Ball zat, maar... Ja joh, kan dat? Ja. Oh wacht, nu heeft hij wel een shiny Magnemite! Ja! Oh wacht, echt? Ja, hij heeft nu gewoon een van level 20 een shiny Magnemite. Wacht, ik kom eraan. Ja, ik weet niet of... Ik zie hem niet. Maar jij ziet hem ook niet? Nope, ik zit ook om me heen te kijken, maar ik zie sowieso geen een van zijn Pokémon de hele tijd. Nee, ik zie hem ook niet. Ik zie alleen jouw Shift 3 staan hier. Maar ik zie hem inderdaad, hij is inderdaad ook met dat sterretje. Ja, goh, raar. Ja. Oké. Okay. Welkom in mijn desert trouwens. Maar hoe kan dat dan, dat er een trainer een shiny heeft? Ja, nou ja, het kan gebeuren. Er is natuurlijk gewoon een 1 op 8192 kans dat een shiny tevoorschijn komt. Maar dat hij dan precies in een trainer komt, dat is wel heel raar. Mensen, ik zie het inmiddels ook al, dat we minstens op de 21,5 minuut zitten. Want ja, we zaten natuurlijk even naar die shiny te kijken. Dus Dylan, ik weet niet of je verder iets aan het doen bent. Nee, ja, ik niet. Oké, okay, dan zeg ik mensen enorm bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Pixelmon The Battle. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet je eventjes te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer op elkaars kanaal, like elkaars video. En mensen, tot morgen.